Het laatste woord in de kwestie waarbij een schot is gelost op het gebouw van de NPS is nog niet gezegd. Althans, dat zegt de voorzitter van de afdeling Paramaribo van de NPS, Ivanildo Plein. Onze nieuwsdienst heeft een telefonisch interview met hem gehad. Plein is er niet over te spreken dat hij uit de media moest vernemen dat het onderzoek van de militaire politie is afgerond en dat het resultaat is dat er sprake was van een ongeluk. Het zweep echter nog in het duister. Ik geloof persoonlijk niet in ongeluk. Ik heb via de media zo net mogen vernemen dat het onderzoek van de militaire politie reeds af is en dat uitgewezen heeft dat het per ongeluk is dat het wapen afging. En u zegt, u heeft dat via de media vernomen, dus de militaire politie heeft geen contact met u gemaakt? Tot zover hebben ze nog geen contact met mij gemaakt om me dus dan het resultaat door te geven. Dus ik heb het via het nieuws zojuist begrepen van wat het onderzoek reeds af is. En u gelooft niet in wat men aangeeft dat het om een ongeluk gaat? Nee. Waarom niet? Nee. Omdat in principe, als je kijkt waar, van waaruit men geschoten heeft, is het dan inderdaad vanuit een bepaalde hoek. En het is echt wel ter hoogte van precies waar iemand zou moeten zitten. Ja, je vraagt je even af van, als men eigenlijk doet aan een dienstwisseling en wapenwisseling, dan zou je dan je geweer, je pistool omhoog moeten houden. Ja. En dat hebben dus dan ook deskundigen ons aangegeven en of naar beneden houden. Mm-hmm. Ja, dus ik vraag stel. Ik heb heel veel vraagtekens hoor. Ik ga je zeggen, ik stel mezelf de vraag en natuurlijk ook aan anderen van, hoe kunnen geuniformeerde militairen voor het gebouw van de NPS zijn en zelfs de wachthouders voor een restaurant? Ja. Met een wapen. Vraag me af, wat is het beleid van de Defensie op dit stuk? Plein zegt verder niet te geloven dat het hier om een ongelukkige handeling gaat, omdat eerder in het jaar de vlag van de NPS in brand is gestoken. Hij benadrukt dat de NPS deze zaak niet zo zal laten, maar de PG zal inschakelen om een nader onderzoek te verrichten. Indien er sprake is van opzet, moet de schuldige volgens Plein vervolgd en berecht worden. De commandant van de militaire politie, Floyd Mettendaf, weerspreekt hetgeen Plein heeft aangegeven. Mettendaf zegt vanmorgen om 8:30 persoonlijk met NPS-voorzitter Gregory Rusland te hebben gesproken. Ik heb dat gedaan omdat ik de dag van het voorval de afspraak had gemaakt dat ik hem zo gauw zo rond waren dat ik hem zou verwittigen. En ik heb hem vanmorgen gebeld. Hij stond op punt te vertrekken naar het buitenland, gaf hij me toe. En ik heb hem toen gezegd dat we al bijna klaar zijn met het onderzoek. We moeten nog wachten op het scheikundig rapport van een centraal lab, maar dat is een formaliteit. Er is een, inderdaad met het wapen geschoten. En dat het in elk geval, zoals ik op de eerste avond al had gezegd had, een vermoeden gaat. We kunnen bijna zeker, maar zeker zeggen dat het geen opzet is. Het is een ondeskundige handeling welke de schutter gepleegd heeft, die militair gepleegd heeft. Ik heb hem gezegd, hij had er vrede mee. Hij heeft me wel gezegd dat hij een binnenorganisatie een brief zou worden geschreven aan het Openbaar Ministerie. Ik zei dat ik het Openbaar Ministerie ook al had gemeld, maar dat ze dat zouden doen. En hij zei me ook dat hij zijn structuren, of zijn, tenminste zijn bestuur, zou melden dat ik met hem gebeld had. Maar de vraag die ook gesteld misschien heeft hij dat niet gedaan, ja? Maar in elk geval heb ik met de Rusland vanmorgen gesproken. Oké. Want de vraag die ook gesteld is, wat doen militairen, geuniformeerde militairen voor een restaurant? Houden ze daar de wacht of zo? De militair was niet in uniform. Mag ik wel zeggen, wel een militair, het gaat om een militair. En hij was niet in uniform. En omtrent het gedeelte van het wachthouden, dat is een aangelegenheid waarop de defensieorganisatie zal reageren. Ik heb als commandant militaire politie zijn beplicht om elke zaak te onderzoeken. En ik heb slechts een schietincident onderzocht. Die vragen mogen gesteld door de voorzitter van de NPS. Ik heb toegewezen naar de minister en de bevelhebber. Ik weet niet waar allemaal militairen staan. Als militairen betrokken zijn bij een strafbaar feit of een feit, nee, dat lijkt op een strafbaar feit dat we dan optreden. Goed. Overal militairen zijn en de orde verstoord wordt, ja. Dat de MP die daar gaat en objectief onderzoek verricht.
MP-commandant Mettendaf in een telefonische reactie inzake de kwestie, waarbij een schot gelost is op het gebouw van de NPS. Hij benadrukt dat de militair niet de intentie had opzettelijk het schot af te vuren op het gebouw.